Klaasje. Hanne. En jij? Marten. Dit is Marten, dit is Klaasje, dit is Hanne. Ik ga meedoen aan de test van K3. En ik heb hier een pakje binnen gekregen. En die ga ik nu openmaken. Wat is dat? Het is shampoo. Shampoo. En dan ga ik drie glitterspray. Lekker? Is dit tandpasta? Douchegel. Conditioner. Auw. Tandenborstel. Douchegel. En pleisters. En nu ga ik in bad. En straks ga ik laten weten hoe het eruit en zacht zo is. Doei. Ik ga shampoo naar shoppen. Wat is? Conditioner voor je lichaam. Dit was voor je haren. Dit was voor je huid. En wat vond je daarvan? Deze vind ik ietsjes beter dan de gele. Ik vind maar bloemetjes ruiken. Ik vind haar bloemetjes ruiken. Ik ook. Ik vind haar naar poepjes ruiken. Ook niet. Het prikt niet in mijn ogen bij mij. Bij mij ook niet. Oh mama, ik vind het lekker smaken. En lekker voor mezelf. Ik vind de tandpasta lekker. Ik vond de tandenborstel. Ik vond deze wel leuk. En hoe heet die? Het is shampoo. Ik vind het pleister het leukste. Jij krijgt deze. Oh ja. Ziet er heel belachelijk uit. Ik heb deze. Mama, het is heel grappig. Wil je dit een foto maken? Kan iemand het opruimen? Ja, dat dacht ik al. Kom maar. Is het nu beter? Wij zijn heel tevreden met de K3-producten. Als je nou alle producten samen één cijfer moet geven tussen de 1 en de 10? 12. Oh, vond je het zo goed? Ja, oké, okay, en vond je het? Ik vond het een 15. Ik heb een hartje met K3 en een grote K3. En ik vind K3 het leukste. Ik heb een huisje, K3 en een klein K3 en een hartje. Ik heb een huis en ik heb papa geschreven. En ik heb K3 en ik heb een 10 geschreven wat ik het leukste vond.